Goedenavond. Hallo. Welkom. Mijn naam is Jan-Jaak van der Wal, of zoals mensen mij op straat ook wel eens noemen, jij bent leuk, of niet? Kom eens, kom nou, maak ze een grappie, je kan op een vier komen of niet? Kom nou! Lippie, kom eens! Hij is van tv, hè? Jij bent van tv! Hij is van tv! Kom nou! Je kan er wel even hier komen! Ik heb toch respect voor jou? Dan moet je ook respect voor mij hebben! Je kan er wel even hier komen of niet? Met die arrogante kutkok van je! Kom nou, je bent toch van tv, dan moet je hier komen. Dat is mijn moraal, oké? Mensen van tv moeten hier komen. Vrouwen in korte rokjes moeten verkracht worden. Dat is norm en waarde, hè? Ik stond laatst in de rij voor de pinautomaat. Ik stond in de rij, ik was nog niet eens in het pinnen, actually. Ik stond gewoon in die rij en er kwam een man naar me toe, die had echt moeite gedaan om naar mij toe te komen. Dat merkte ik in alles. Ik zag hem aankomen ook vanuit een ooghoek. Hij had een enorme afstand, had hij al afgelegd. Toen zei hij van, nou heb ik je. Zo, nou, of niet, hè? Zo. Nou, dit is wel wat anders, hè, dan een televisieprogramma. Ik bedoel, dan kan je natuurlijk heel bij de hand op gaan reageren, maar deze man, die had er wel over nagedacht. Dit is inderdaad iets anders dan een televisieprogramma. En ik dacht ook, nou, deze man, daar zit wat in. Ik heb hem ook op sleeptouw genomen, de hele dag. Ik ben met hem naar de bakker gegaan, ik heb bij de bakker een taart gekocht. Die heb ik bij de bakker in zijn gezicht gegooid. Toen zei ik, kijk, en dit is weer iets heel anders dan pinnen. Het is groot hier, hè? Vind je niet? Ja, ik vind het wel. Dit is wel echt een van de leukste culturele centra waar ik ooit heb opgetreden, moet ik zeggen. Nee, maar het is historisch, weet je wel. Je voelt ook de historie in het hele pand en ook in het toilet ook, weet je wel, overal. En in mijn kleedkamer ook. Ik heb gewoon vanavond gepoekt. Ook de drollen van Herman van Veen, die liggen er gewoon nog. En kijk, ik vind nostalgie oké, maar je kan ook gewoon te ver gaan. Maar kijk, we hebben elkaar nodig. Er is namelijk nog steeds wel het een en ander aan de hand in Nederland. Ik bedoel, er is nog steeds wel een beetje onrust of zo. Er zijn nu allemaal nieuwe ministers, maar toch, er is nog wel iets aan de hand. Ik las in de krant dat nog steeds 68% van de Nederlandse bevolking het idee heeft dat ze niet meer alles kunnen zeggen wat ze willen. 68%! En ik dacht, dat is exact het aantal mensen waarvan ik vermoed dat ze ook niet zo heel veel te melden hebben waarschijnlijk. Goed, aan de andere kant, als je erover nadenkt, dat gaat ook eigenlijk best wel goed. We leven in een mooi en rijk en welvarend land. Het is eigenlijk alleen maar hartstikke positief. Of, zoals Irene Wüst altijd heel poëtisch klacht te zeggen, het is gewoon super! Het is gewoon niet normaal, ik zag er helemaal niks van! Het is gewoon super, toch? Ja, als er nou één iemand in Nederland is die niet kan zeggen wat ze zou willen zeggen, dan lijkt me dat Irene Wüst wel op dit moment. Dat is natuurlijk een enorme prestatie, maar ik dacht toch wel dat we met Tony de Jong die gifbeker leeg gedronken, maar er blijkt nog een behoorlijke bodem in te zitten wat dat betreft. Oh, ik hoor hierna een dat wordt een hele zware avond, dat kan ik u nu alvast melden, dus zet een beetje je progressieve modus op. Oké, dan. Ja.
Nee, maar het is positief, weet je. Onze kinderen zijn de gelukkigste kinderen van Europa. Het is allemaal hartstikke leuk. En nou ja, kijk, ook die nieuwe ministers bijvoorbeeld. Ze haten elkaar, ze vinden elkaar echt niet leuk. Maar toch, ze doen toch alsof ze het naar hun zin hebben. Het is positief. Terwijl het volk toch langzaam is verworden tot een beetje zielig, zeikend, morrend, boos, individualistisch, zootje. En ik ben dan toevallig vorig jaar in Afrika geweest. En dat is daar dus totaal andersom. En dat werkt ook niet. Dus ja, wat het dan is, weet je wel. Goed, kijk, ik denk namelijk wel dat er mensen zijn die weten wat er moet gebeuren in het land. En je hebt ook zo ontzettend veel mensen die roepen wat er moet gebeuren in het land. En het probleem is toch dat we nu te veel aan het luisteren zijn naar de roepers. En het is zo ongelooflijk veel lawaai. Er wordt zo door elkaar heen geschreeuwd alsof we Chinees nieuwjaar aan het vieren zijn. Terwijl als je stil bent, dan kun je het gevaar volgens mij veel beter aan horen komen. En dat gevaar is er nog steeds. En wij gaan daar echt nog een keer mee te maken krijgen ook. En ik ben helemaal geen islamofoob en ik vind die Wilders een hele rare enge man. Maar wel, als je hoort wat er af en toe wordt geroepen op islamitische scholen of in moskeeën, het is wel eng. Het is doodeng. En vooral het feit dat ons wordt verweten dat wij zijn wie wij zijn. Dat soort fundamentalisme is echt bizar. De vrijheid dat wij hier zitten, zoals wij hier zitten vanavond, die vrijheid, dat wordt ons verweten. En ze hebben dus naar aanleiding van die Hofstadgroep, hebben ze geprobeerd om allemaal familieleden van die jongens op te sporen in Marokko. Gewoon om te kijken waar die gasten nou vandaan komen. Want er wonen nog neefjes en ouders en ooms en tantes nog. Ze hebben daar de oom van Mohammed B. gevonden. En die hebben ze ook geïnterviewd. En de oom van Mohammed B. die zei, ja, weet je wat het is met jullie in Nederland? Jullie in Nederland zijn alleen maar bezig met je vrouw en je kind en je baan en je auto en je bankrekening. Dat je, ja, sorry. Dat is welvaart, oké. Als wij een manier vinden om een ton per jaar te verdienen en de hele dag op een ezeltje in de zon te zitten, ja, dan komen we jullie kant wel op. Maar tot die tijd doen wij gewoon ons dingetje. Oké. Ho. Ik weet dat dit een elitair cultureel centrum is, maar de handjes gaan wel heel gauw op elkaar nu, hè. En maar het is wel eng. Als dat is wat je weg wilde klakken, natuurlijk. Het is wel eng. En dan lees je in de krant dat zo'n proces van Samir A, dat moet dan over. Dan denk je, waarom nou? Doe die jongen, die heeft gewoon verklaard dat hij een El Al vliegtuig wilde opblazen. Hij wilde zichzelf opblazen in het AIVD-gebouw. En hij wilde onderweg ook nog twee politici vermoorden. Die denkt, hebben wij weer een terrorist met geldingsdrang? En ik dacht ook, man, je bent nog zo jong, weet je wel. Je hebt alle tijd van de wereld. Maak nou eerst je school af. Als backup. Maar waarom ook zoveel? Is er een soort bonus te verdienen of zo? Is 70 maagden niet genoeg? En al was hij keihard tegen een bushokje aangerend dan nog, had hij zijn punt echt wel gemaakt volgens mij, hoor. Oh, jij ongelovig bushokje, dat je zou branden in de abri-vlammen. Of zoiets. Ik spreek die taal niet natuurlijk.